Achilles heeft voor de wedstrijd van komende zaterdag tegen Helmond Sport weer de beschikking over heel veel spelers. Er zijn nog nauwelijks blessures. Ook Tim Sanders traint er volop mee, maar zal tegen Helmond Sport nog zeker geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie. Super blij dat ik nu weer mee kan trainen met de groep, want we staan natuurlijk al maanden te trappelen, maar nu is het eindelijk zover. Ja, want geopereerd aan beide Achillespezen en een enorm lang revalidatieproces. Ja, klopt. Ja, ik ben echt net terug en het is echt... Ja, echt precies 12 maanden geleden dat ik uitstapte met deze blessure. En inderdaad, de eerste operatie was in januari en de tweede in april. En vanaf toen revalideren. Maar dus weer volop keuzemogelijkheden voor trainer Frans van Gesthuizen. Ja, dat is ideaal. Dan zie je ook meteen dat het niveau toeneemt. En uiteindelijk, als die jongens echt fit worden, hè, dus ze moeten we even hebben, zoals Tim Sanders natuurlijk lang eruit geweest, dan neemt de concurrentie ook weer toe en dat is van trainer wel lekker. De trainer heeft wel een vervelende periode meegemaakt, want 2 weken geleden kreeg hij te horen dat zijn contract bij Achilles na dit seizoen niet wordt verlengd. De enige reden die ik kreeg dat er de weken na, dus na Twente, wat meer duidelijk zou worden en waarin de puzzelstukjes in elkaar zouden moeten vallen. Nou goed, het enige wat ik gehoord heb is dat er een trainer vastgelegd is, een nieuwe trainer, die al wat weken in onderhandeling was en schijnbaar al rond was voordat ik mijn gesprek had gehad. Dus ja, dat is een beetje hoe de vork in de steel zit. Maar jouw kennende, jij laat je niet het veld slaan. Je gaat vol gemotiveerd hier toch er nog wat moois van proberen te maken dit seizoen. Goed, aan mij zal het daarin niet liggen. Maar goed, dat er wel wat gevoeligheden liggen bij mij, dat lijkt me wel duidelijk.